De activiteiten van de derde dag van de Suriname Energy Oil and Gas Summit zijn nog gaande. We schakelen nu over naar journalist Dichelle Maknak, die zich bevindt op locatie. Zij brengt ons een gedetailleerd verslag rechtstreeks vanuit Torarica. Dankjewel, Wisheesta. Ik ben momenteel in Torarica, waar een groot deel van het programma van dag 3 van de Suriname Energie, Olie en Gas Summit, oftewel CEOS, is afgewerkt. Het was een dag vol waardevolle inzichten en strategische paneldiscussies. In de Royal Ballroom vond vanmorgen de sessie Upstream Exploration Opportunities plaats. Deze sessie behandelde belangrijke onderwerpen zoals INP-trends, base in geologie, operationele licenties en samenwerkingsverbanden. Experts deelden hierbij hun inzichten over hoe de energieontwikkelingen in Suriname passen binnen de bredere Caribische en Noord-Zuid-Amerikaanse context. Tegelijkertijd was er in de Multipurpose Room een rondetafelgesprek over talent en inhoud. Hier spraken prominente figuren over de ontwikkeling van lokaal talent en de rol van de gemeenschap in de energieindustrie. In de middag begon de eerste sessie in de Royal Ballroom met een paneldiscussie over gasontwikkelingsstrategieën, beleid en investeringsmogelijkheden in Suriname. Parallel hieraan vond in Bankethal de sessie Onshore and Offshore Appraisal and Development plaats. De dag werd afgesloten met diverse paneldiscussies. In de Bankethal werd subsea en marine besproken, terwijl er in de Multipurpose Room een rondetafelgesprek plaatsvond over de rol van aardgas in de ontwikkeling van decarbonisatie van de lokale economie. Belangrijk vandaag was dat tijdens de welkomtoespraken de minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning zijn visie op de toekomst van energie en hoe belangrijk goed bestuur daarbij is deelde. Hierover zit u zo meteen een kort verslag. U kunt meer nieuws over de derde dag van CEOS zien in onze CEOS-journaal gepresenteerd door Dion Brunungs op kanaal 12.1. De herhaling kunt u zien op 12.3. Ik ben Richelle Maknak met achter de camera meneer Lambert Pietrissi voor ATV. Dankjewel, Richelle.